Gisteren stond Peter Gillies opnieuw in de rechtbank, maar dit keer niet voor zichzelf. Zijn vriendin Wendy van Hout was het middelpunt, strijdend tegen haar ex die 18-plus filmpjes van haar verspreidt. In plaats van Peter te ondersteunen, bevond Wendy zich voor haar eigen zaak in de rechtbank. De aanklacht omvatte onder andere stalking en het online delen van expliciet materiaal waarin Wendy het slachtoffer is. Het Instagram-kanaal RealityFB meldde de zaak en benadrukte de steun van Peter tijdens de rechtszaak. De uitspraak wordt verwacht op 27 november. Wendy heeft vijf kinderen uit eerdere relaties, maar het is niet duidelijk of de ex in kwestie de vader is van een van haar kinderen. Eerder liet Wendy weten dat ze met al haar kinderen en hun vaders goed overweg kan. De oudste kinderen studeren in Frankrijk, terwijl de jongste kinderen regelmatig bij haar thuis zijn, met leeftijden van 11, 9 en 4 jaar. Recentelijk kreeg Wendy kritiek van Massa is Kassa Kijkers. In een aflevering in Italië gebruikte ze stiekem een haarborstel in een winkel om vervolgens korting te vragen, onder het mom van het familie Gilles motto Massa is Cassa. Kijkers reageerden verbaasd op deze actie, die sommigen als een dieptepunt beschouwden.